Nou, in de serie belangrijke vragen die niet gesteld zijn. De volgende vraag: hoe strik je eigenlijk je schoenen? Nou, in mijn optiek zijn er een aantal manieren hoe je je schoenen kunt strikken. De ene manier is op deze wijze. De andere manier is op deze wijze. Op deze wijze heb ik het veter van boven naar onder toegebracht, waardoor je ziet dat je veel meer oppervlakte beslaat versus het andere variant. Dus als je schoenen gaat strikken, pak dan de veter, ga van boven langs en maak dan hier de kruising en ga naar de volgende haak. En op die manier heb je een veel grotere oppervlakteverdeling, waardoor de lid van je schoen, hoe heet zo'n ding eigenlijk? Ja, het lid geloof ik, veel beter vastzit versus deze kant. Nou, succes ermee en tot de volgende keer.